Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een everyday make-up video voor jullie. Zoals jullie misschien in mijn vorige video hebben gezien, had ik al gezegd dat ik van plan was om een make-up video op te nemen. Maar dat het er nooit van was gekomen. Dus ik ga dat nu doen. Ik kan het helaas niet al te uitgebreid laten zien. Maar ik ga een beetje kletsen, denk ik. Voor zover ik weet waar ik over wil kletsen natuurlijk. En ja, dan zullen we het eigenlijk verder wel zien. Ik pak even mijn eerste kwast trouwens. En ik ga beginnen met foundation. Ik gebruik de Max Factor Lasting Performance Touch Proof Foundation. In 04 Warm On. En ik heb hier trouwens de spiegel staan. Dus daar ben ik dan naar in aan het kijken. Maar ik dacht van, weet je, laat ik weer eens een keer een make-up update doen, zeg maar. Want ik heb heel lang geleden... heb ik nog wel eens make-up video's gemaakt. Dat is wel echt heel lang geleden. Ik verdeel het trouwens eerst met mijn vingers. En dan ga ik met een kwast alles uitblenden. Maar weet je, het is zo lang geleden dat ik dat eigenlijk heb gedaan. Dat ik dacht van, weet je, misschien is het tijd om weer eens een keer iets in die richting te gaan doen, zeg maar. Dus ik dacht van, nou waarom niet? Laten we het nu doen. Want het is trouwens vandaag donderdag. En elke donderdag ben ik echt de hele dag eigenlijk alleen thuis. Met mijn zoontje. Tussen de middag om 12 uur, 11:30 komt mijn vader even een broodje eten. En die werkt dan ook tot 5 uur. En die is dan om 5:30 ongeveer thuis. Dus ik ben echt verder de hele dag alleen met hem thuis. En ik moet nog even een paar dingen doen. En ik draag echt niet elke dag make-up. En dat valt me eigenlijk ook wel op sinds ik zwanger ben geweest. En ik toen ook eigenlijk te moe was, heel vaak, om make-up op te doen. Interesseert het me eigenlijk ook vrij weinig of ik wel of geen make-up draag. En dat heeft mij daarin toch best wel veranderd. Maar je moet daar zelf ook voor openstaan hoor. Want geloof me, als je zwanger bent en je wil per se make-up, want je wil anders niet de deur uit, dan hou je dat ook gewoon vol de rest van je leven. Maar bij mij heeft het toch al iets veranderd. Want het is nou eenmaal zo, zwangere vrouwen die worden er nou eenmaal niet knapper op. En tenminste, als je het mij vraagt, vind ik niet per se. Kijk, sommige vrouwen kunnen heel mooi zijn tijdens de zwangerschap. Maar dan is het echt dat ze een mooi buik hebben. En dat hun huid goed gaat doen. En weet ik veel wat. Kijk, ik had wel... het voordeel van mijn zwangerschap was wel dat ik heel mooi dik haar kreeg. Mijn haar leek ook echt super gezond in de zwangerschap. Alleen, mijn krul die verdween daardoor. Want mijn haar werd wel dikker. Maar dat betekent dan ook dat je haar zwaarder wordt. Dus dat was ook echt wat te merken tijdens de zwangerschap. Dat ik echt dacht, oké, mijn haar is wel mooi dik nu. Maar mijn krullen zijn weg. Dus dat was wel iets, liep ik toch echt wel een beetje tegenaan. Dat ik echt dacht, oh nee, heb ik weer, zeg maar. Maar ja, doe maar. Dat zal iedereen sowieso wel een keer hebben. Lijkt mij. Maar goed, daar kom je wel achter op dat moment. Ja. Ik wou trouwens nog even wat met jullie delen. En ik weet dat heel veel mensen misschien daar een mening over hebben als ik het jullie vertel. Mijn ouders hebben daar ook een mening over. En ik heb wel eens wat tegen mijn ouders gezegd. Ik ga trouwens nu even alles afpoederen met bananenpoeder. Ik heb ooit tegen mijn ouders wel eens verteld dat ik als klein meisje was ik bang om in mijn slaapkamer te slapen. En dat kwam eigenlijk omdat ik altijd en overal zag ik dingen. Ik denk dat iedereen dit wel een beetje bij zichzelf ook herkent van toen die klein was misschien. Maar het gekke daaraan was, ik ben geboren op 13 maart. En een paar weken nadat ik ben geboren, volgens mij 2 weken nadat ik ben geboren, is mijn stiefopa overleden. En vanaf het moment dat ik dat weet, werd ik minder bang of zo. Ik was vroeger echt bang. Ik wou niet slapen en ik riep altijd mijn vader. Bij elk klein dingetje wat ik hoorde of wat ik zag, riep ik mijn vader weer, zeg maar. Nou, goed, hè? Iedereen die op zijn vader was. Met enge dromen vroeger ook. Echt hilarisch. En, nou ja, goed, dat is ook verder helemaal niet erg.
Alleen toen ik ouder werd en toen ik dus wat meer over mijn stiefopa te weten kwam eigenlijk. Toen werd alles ook een stuk erger. En ik zeg dit eigenlijk met een reden, want het heeft iets te maken met mijn zoontje. Er is niks ergs gebeurd, maar er is wel iets heel niet normaal, zeg maar, abnormaal gebeurd. En mijn ouders die verklaarden me voor gek. Maar ja, vroeger was ik ook zo. En ik heb het vroeger ook altijd tegen mijn ouders gezegd. En niet alleen vroeger, ik heb het nu ook weer gezegd. Ja, in de puberteit heb ik het er vaak genoeg over gehad. Van, hè, dat ik geloof wel in dat er meer is dan dit. Dat weten ook heel veel mensen wel van mij. En heel veel mensen die, weet je, ik heb één hele goede vriendin waarmee ik er ook over praat. Zij gelooft er zelf ook in. En nou, dat is natuurlijk wel fijn dat je iemand hebt waarmee je erover kan praten. Maar het is heel moeilijk als je door je ouders niet geloofd wordt. En dat is best wel kut eigenlijk, om het even zo te zeggen. Ik heb het mijn vriend ook gisteren pas verteld. Want gisteren wat er met mijn zoontje gebeurde. En nou, wat er eigenlijk juist niet gebeurde. Wat normaal wel zou gebeuren. Dat vond ik echt, het was eng ten eerste. En het was raar. Laat ik het vooral maar gewoon vertellen. In elk geval, laat ik het zo zeggen. Ik geloof in meer dan dit. Ik geloof dat er, ja, ik wil niet per se geesten zeggen of blablabla. Maar ik zeg wel, er is meer dan wat er nu is. En ik denk ook dat er wel iets is wat toch ons in de gaten houdt. Allemaal. Het klinkt heel zweverig en dat is het ook. En whatever. Maar oké, iedereen zo zijn geloof. En kijk, weet je, het ging zeg maar zo. Gisteren om 11 uur. Het was 11, het was 20 voor 11 of zo. En om 11 uur krijgt mijn zoontje de fles. Nou, eigenlijk verder geen probleem. Ik heb hem gewoon uit zijn bedje gehaald. Ik heb hem verschoond. En hij was nog hartstikke vrolijk. Eigenlijk, ja, niks aan de hand. En toen moest ik naar beneden. Ook niks aan de hand. Ik heb hem even in de box gelegd. En nou, eigenlijk, nou, hij was toen nog wel vrolijk. En hij was ook eigenlijk gewoon zoals hij normaal deed, zeg maar. Niks aan de hand. Ja, het is ook een storytime. Maar in elk geval, weet je, er was toen nog helemaal niks aan de hand. Alles was normaal. En weet je, er was gewoon nada, noppes, helemaal niks. Ik ga even mijn wenkbrauw doorkammen ondertussen. Maar op een gegeven moment toen gaf ik dus de fles. En hij was heel onrustig. Hij was met zijn hoofd aan het draaien en zijn benen en zijn hele lichaam. En ik weet niet wat hij al aan het doen was, maar dat was ook op zich nog niet heel apart. Ik verbaasde me er wel over dat ik dacht van, wat ben je allemaal aan het doen? En ik heb ook wel tegen hem gepraat en gezegd van, joh, hey gekkie, wat doen we nou? Blijf nou even rustig liggen, weet je wel. Er is niks aan de hand. En gewoon lekker de fles drinken en dan gaan we zo weer op bed, weet je wel. Gewoon normaal. Nou ja, goed, ik verbaasde me er wel over. Ik dacht van, hey, zo druk ben jij nooit bij mij geweest. Dus ik vind het heel raar dat je ineens zo doet. Nou, mijn ouders die lagen al op bed, even voor duidelijkheid. Ik was dus in mijn eentje beneden met Jason. En ik had een fles gegeven. En tijdens de fles deed hij al een beetje echt heel apart. Gewoon heel apart onrustig. En op het moment dat hij mij ook aankeek, had hij een of andere vage blik in zijn ogen. Die had ik ook nog nooit eerder gezien. En het leek ook alsof zijn rechteroog ineens een veel gelere kleur had dan zijn linkeroog. Dus ik dacht echt van, oké, weet je, kijk me maar liever niet aan. Het is heel zielig dat ik het zeg, maar ik had echt zoiets, kijk me maar niet aan, want hoe je me aankijkt, dat geeft me echt geen prettig gevoel, weet je wel. En ik was zelf ook, ik voelde me ook zelf denk ik ineens heel zenuwachtig, dat ik ook niet zo goed wist wat ik moest plaatsen, wat ik voelde. Ik kon het ook niet uitleggen, ook niet aan mijn vriend later, zo van, hoe voelde ik me nou en wat gebeurde nou eigenlijk met mezelf? Ik kon het gewoon niet plaatsen. Nou goed, nadat de fles was geweest, nou verder ook niet echt, maar hij was al aan het rondkijken, bla bla bla, niks aan de hand. En dan leg je hem dus over je schouder, en dat is dus naar het raam toe. Ik zat zeg maar met mijn rug naar het raam en ik keek zeg maar de hele kamer in. En nou, normaal gaat hij altijd over naar de gordijnen kijken of hij is doodmoe. Hij legt zijn hoofd neer, klaar. Hij is moeilijk wakker te krijgen. Ik ga even mijn wimpers krullen. Alleen het gekke was dat hij in één keer was hij klaar wakker.
En dat was niet het enige. Ik had hem over mijn schouder gelegd en ik was hem al over zijn ruggetje aan het wrijven. En nou, weet je, normaal kijkt hij dan altijd echt over je schouder, zeg maar, echt recht voor zich uit of een beetje om zich heen en bla bla bla. En nou, als je hem dan een kusje geeft, dan gaat hij ook wel lachen. En zelfs naar de fles. En nou, op een gegeven moment, toen draaide hij zijn hoofd om, zeg maar. Het was echt heel raar. En ik wil niemand een raar gevoel geven. En als mensen kinderen hebben en die zeggen van ja, weet je, dat hoort een beetje bij zijn nieuwsgierigheid en zo. Ik geloof daar trouwens even niet in. Want dit was echt, het was niet normaal. Het zou normaal ook nooit gebeuren bij geen enkel mens. En de uitstraling die hij had was ook vaag. Het was niet echt goed of zo. Dus in elk geval, hij draaide zijn hoofd om. En hij bleef echt alleen maar de kamer inkijken. En dan voornamelijk hebben we zeg maar een pyjama. Pyjama. Een piano in de kamer staan. En naast de piano zit een trapgat. Alleen die zie je niet vanaf de bank waar ik zat. Daar, dus dat kan je niet zien. Dus hij zat al door constant naar één plek te kijken. En nou, normaal, weet je, als jij bijvoorbeeld een kindje op de arm hebt. En die is best wel nieuwsgierig. En er staat iemand gewoon naast je, gewoon, hè, ook met een ouwehoeder en knuffelen en doen. Dan gaat hij een beetje reageren en doen en lachen en nou weet ik veel wat. Maar er gebeurde helemaal niks. Hij keek inderdaad net alsof er iemand was. Alsof mijn moeder er zou staan, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Gewoon recht voor zich uit. Geen lachje, niks. Vet serieus. Hele rare uitstraling in zijn ogen. Heel vaag. En ja, dat was het. Ik vond het gewoon eng. En ik was maar constant tegen hem aan het praten. En ik ging met mijn hand zo voor hem langs. En ik gaf hem kusjes op zijn wang. En ik sloeg hem een paar keer op zijn billetjes. Maar nou, normaal reageert hij daar wel op. Maar er kwam gewoon geen reactie. Dus, nou ja, goed. En nou, toen ben ik eigenlijk naar boven gegaan met hem. Ik heb hem in zijn slaapzakje gelegd. In bedje gelegd. En hij keek mij op een hele aparte manier aan ofzo. Hij keek me best wel boos aan ofzo. Alsof hij niet op bed wou. Of zoiets. Ik weet het niet. Ik kan het niet echt goed uitleggen. Ik wil jullie niet echt dat jullie denken, oké, die spoort niet, weet je wel. Maar het was gewoon een beetje raar. En ik dacht ook echt van, ik weet niet waar het over gaat. En ik weet niet waarom je me zo aankijkt. Maar jij bent niet goed, jij, weet je. Dat dacht ik echt. Dus nou, ik heb hem gewoon in zijn bedje gelegd. Ben gewoon ook weggelopen. En normaal dan lacht hij nog even naar me. Toen kwam niks. Er kwam niks. Hij keek me gewoon een beetje serieus, boos. Weet ik veel hoe hij me aankeek. Hij keek me in elk geval heel raar aan. En nou goed, in elk geval, ik ben toen weer naar beneden gegaan. En ik heb alles schoongemaakt. Ik heb de lichten uitgedaan, ben lekker op naar boven gegaan. Maar toen ik dus naar boven ging, toen ik dus uiteindelijk op mijn kamer zat en ik dacht erover na. En het gaf me zo'n raar gevoel en ik voelde me ook ineens heel erg op mijn hoede of zo. Dat had ik vroeger toen ik klein was ook altijd. Als ik dan dacht dat er altijd iemand bij me was, was ik ook altijd op mijn hoede. Zo van, oké, zal er wat gebeuren? Of zo, zal iemand me pijn willen doen? Of weet je, dat soort dingen had ik altijd. En dan was ik ook altijd op mijn hoede. En je voelt je gespannen, weet je. Ik denk dat dat het goede woord is. Ik voelde me heel gespannen. Ik voelde me heel zenuwachtig. En ik was ook best wel moe. Maar op dat moment was ik in één klap hartstikke wakker. Dat, ik heb ook uiteindelijk ben ik pas om 2 uur of 2:30 in slaap gevallen. Maar goed, eigenlijk een beetje omdat ik ten einde raad was, heb ik mijn vriend gebeld. Ik heb mijn vriend verteld wat er gebeurd was. Hij zei eigenlijk van, nou, je moet niet zo gek doen. Want waar heb jij het over eigenlijk? Dus ik had alles uitgelegd. En het gevoel begon steeds naarder te worden. Ik begon steeds not done gevoel te krijgen, zeg maar. Ik heb trouwens deze mascara gebruikt van Essence, mochten jullie het willen weten.
Maar in elk geval, ik begon een steeds killer gevoel te krijgen. Steeds minder prettig gevoel te krijgen ook. En ik zei tegen Arjan, weet je, ik moet even naar de wc. En ik denk dat ik toch maar naar mijn ouders ga. Ik zeg, want ik voel mezelf heel naar. Ik voelde mezelf ook in één keer niet lekker. Ik voelde me op mijn hoede. Ik voelde me zenuwachtig. Ik voelde me bang ook wel. En ik heb op een gegeven moment ben ik ook nog gaan huilen. Want ik had gewoon zoiets, oh, dit gevoel moet weggaan. Het moet gewoon stoppen. Echt, laat me gewoon lekker met rust. En ik wil slapen. En ik kon niet slapen. En ja, ik was er echt klaar mee. En ik heb dit echt al sinds kleins af aan. Maar sinds Jason er is, komt het weer wat vaker terug of zo. Dus ik weet niet of daar ook wat mee te maken heeft of zo, weet ik veel. Maar in elk geval, het was heel raar. Dus ik ben naar de wc gegaan. Ik heb een tijdje gezeten. Ik dacht, weet je, hier, het is hier licht, het is hier niet donker. Ik voel me hier even wat prettiger, dus ik ben wat langer op de wc blijven zitten. Nou, toen zei mijn moeder op een gegeven moment tegen mij, ben je klaar? Ik zei, ja, ik ben klaar. Dus ik ben even naar mijn moeder gelopen en toen... Nou, heb ik dus tegen mijn moeder ook gezegd, weet je, Jason deed het zo raar, joh. Dat heb ik helemaal nooit eerder meegemaakt. En nou, blubblubblubblub. En ik had intussen ook al op de babyfoon gekeken. En hij lag al heel druk met zijn hoofd zo heen en weer. Nou, mijn moeder zegt, dat doet hij vaker. Dus oké, dat kan ik wel loslaten, prima. Maar weet je wat het beneden ook was? Het was beneden gewoon muisstil. Geen televisie aan. Eigenlijk alleen ik die tegen hem praatte. Dus ik weet niet of dat ook mee te maken heeft. Ik denk, dat kan bijna niet naar mijn denken, maar oké, ik weet het niet. In elk geval, toen heb ik het mijn ouders verteld. Nou, mijn ouders die geloven niet waar ik wel in geloof. En die, ja, die hebben mij nooit serieus genomen, eigenlijk. En dan denk ik, waarom krijgen hun dat gevoel niet? Waarom gebeuren er geen dingen bij hun, maar wel bij mij? En misschien ook wel omdat ik er meer mee bezig ben en wel in geloof, misschien. Maar ik weet het ook in elk geval niet. En mijn moeder zei van, nou, ik denk dat hij gewoon moe is. En ik denk gewoon dat hij te veel indrukken heeft gehad. En nou, ik denk van, ja, dat is het niet. Hij doet nooit zo. En je hebt wel een soort van moedergevoel. En ik denk dat het toch anders is voor mijn moeder. Want zij is de oma van Jason, niet de moeder. Dus ik denk dat het toch al iets anders bij je zit, zeg maar. En toen zei ze ook van, nou ja, hè, kijk maar uit, straks is er iemand in huis. Echt, nou, een beetje niet serieus, zeg maar. Nou, dus ik had zoiets, weet je, oké, weet je, fuck op, weet je, laat maar gewoon, weet je, geloof me toch niet, dus ik ga wel weer op bed. Dus ik ben naar boven gegaan. Nou, ik heb echt tot 2:30 kon ik niet slapen. Ik heb constant YouTube-filmpjes gekeken. Ook om mijn gedachten te kunnen verzetten. En uiteindelijk wel in slaap gevallen. Dus dat. En ik had het later met mijn vriend er nog over. Die avond voordat ik naar mijn ouders ging. Of nadat ik naar mijn ouders ben geweest. En hij zei van, ja, maar je hebt me vanmiddag een foto gestuurd. Waarin hij een hoedje op had. Mijn moeder had een hoedje voor hem gekocht. En daar zegt hij, kijk eens naar zijn ogen. Zo kijkt hij nooit. Nou, ik denk dat als deze video online staat, dat die foto's wel op mijn Insta staan. Dus als je benieuwd bent, voeg me toe op Insta of kijk op mijn Insta. Maar in elk geval, volgens hem had hij een beetje zoiets van, hij keek nooit zo. En nee, inderdaad, hij heeft best wel een vage blik in zijn ogen. Maar ik dacht, weet je, misschien lijkt dat wel zo door het hoedje. Hij heeft ook nog nooit een hoedje op gehad. Dus daar maak ik me niet zo druk om. En ik heb heel veel mijn lippen aan het omlijnen. Met een liplijn van de HEMA in de kleur 13. Weet je, en roze-paarse kleur. Dit ziet er heel gek uit, maar oké. Het is zo'n soort kleurtje trouwens. Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja, bij dat hoedje. Dus ik zei tegen mijn vriend van, weet je, het zal wel aan het hoedje liggen, joh. Maak je niet zo druk. Nou ja, goed, hè. Ik ging later ook even goed naar die foto kijken. Ik dacht, eigenlijk heeft mijn vriend wel gelijk. Hij kijkt wel raar.
Maar ik heb er verder ook niet meer zo lang bij stilgestaan. Maar in elk geval, dat is mij dus gebeurd. Ik ga er nu ook niet verder op in. Dat is er in elk geval gisteravond gebeurd. Alleen, ja, weet je, het is meestal zo dat ik heb me natuurlijk vanaf eigenlijk kleins af aan, ik denk vanaf een jaar of 11, 12, dat ik eigenlijk iets meer, hoe heet dat nou? Iets meer bezig was met het spirituele, paranormale gebeurtenissen en zo. Ik vind het ook heel interessant om van die filmpjes te kijken. En op een gegeven moment kwam ik een meisje tegen. Ik weet haar YouTube-kanaal zo even niet meer te noemen. Ik weet even niet meer hoe ze haar kanaal heet. Maar in elk geval, zij heeft ook paranormale dingen meegemaakt. En zij maakt daar een storytime van. En die vond ik ook altijd echt super leuk om te kijken. En altijd zo benieuwd van, hey, weet je, komt me wat bekend voor. Wat mij wel eens is overkomen. En er zijn dus echt wel mensen die er wel in geloven. En ik geloof er ook in. En er zit een hele simpele reden achter waarom mensen geloven. En dat is omdat ze dingen hebben meegemaakt. En dat is in mijn geval ook zo. En heel veel mensen, en ik denk vooral familie, die zouden zeggen van, haal die domme video eraf, slaat dit op, je zet jezelf voor lul. Jammer dan, want je hoeft het niet te geloven. Maar wees niet verbaasd als jou op een gegeven moment dingen overkomen. En je denkt, hè, maar dat klopt iets niet. Want weet je, het begon bij mij ook maar klein. Want ik zag altijd mensen in mijn kamer. Weet je, en nou ja, dat gooiden mijn ouders. Ach, ja, kinderfantasie. Fantasie. Nou ja, ergens kan ik dat wel begrijpen. Op zo'n jonge leeftijd. En ik vind dat je dat als ouders ook wel mag denken. Maar naarmate je kind ouder wordt en die blijft maar met die verhalen komen, vind ik toch wel dat je dit wat serieuzer moet nemen. Even tussendoor, ik heb mijn lippen ingekleurd met de kleur 15, Something Different van Essence. Dus dat ziet er zo uit. Ook gewoon een lippotlood. Maar goed, weet je, dus ik vind wel dat je dat wat serieuzer zou moeten nemen. En ja, dat soort dingen zijn altijd een beetje lastig. Maar toch. Ik ga even een beetje fixing spray gebruiken van Essence. De Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Dus ik vind het wel jammer dat het op die manier is gegaan. Maar goed, weet je, dat zat er wel een beetje. Het ligt ook een beetje aan hoe je er zelf in staat. Dat is ook hetzelfde van geloof je wel of niet. Kijk, mijn ouders die denken echt dat het dikke vette bullshit is. En ik denk daar weer anders over. En wat ik weer heb meegemaakt na zoveel jaar eigenlijk. Dat is toch wel, ja, dat per se moet zijn ook met mijn kind erbij. Dat vind ik gewoon zo vaag. Want normaal zag ik altijd wel dingen. Maar nu leek het net alsof hij degene was die dingen zag. En ik dacht echt van, waar kijk jij naar? Er is hier niemand, weet je wel. Dus dat was wel een beetje apart of zo. Ik kan het niet helemaal uitleggen. Maar goed, buiten dat, heb ik een beetje een, denk ik, apart video opgenomen. Een make-up storytime klets video. Dus ik hoop dat jullie het een beetje hebben meegekregen wat ik allemaal gedaan heb. En ik heb wel alle producten benoemd, volgens mij. Maar dit is dus mijn everyday
make-up. Zo ziet het er eigenlijk de laatste tijd een beetje uit. En nou, heel soms gebruik ik hier en daar een oogschaduwtje. Of wat heb ik hier nog meer staan? Een concealertje en een highlightertje. En, nou, sinds kort ook weer af en toe wenkbrauwpoeder. Maar dat sla ik vandaag wel even een keer over. Maar goed, in elk geval, dit is nog best wel een lange video. Ik had het kort te verwachten en ook, ik had ook verwacht dat ik het anders zou opnemen, maar blijkbaar niet. Ik ga nu lekker naar beneden, want ik ben klaar. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Misschien ook interessant vonden. En weet je, als jij iemand bent die ook zulke dingen meemaakt, of mee heeft gemaakt, of whatever... Laat alsjeblieft wat dingen weten of zo. Laat gewoon wat reacties achter in de comments. Van hè, ja, mijn kind had dat ook. Dat hoort daar of daar en daarbij. Dat komt daar en daardoor of zo. Laat het me gewoon weten. Want ja, misschien heb ik er wat aan. Dus doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!